Indrukwekkend, hè? Het is wel warm, hè? Ja. Engels, Frans, alles door elkaar. Maar we kunnen over een half uur. Wij zijn Pieter en Marieke. We doen dit jaar een rondje België. In deze video varen we van Peruwels naar Tjeu, bekend van zijn scheepsliften. We maken een tussenstop in Bergen, bij een van de twee watersportmeren van België. Je kunt er leuk jetskiën op dit Grand Large. Groot, breed in het Nederlands. Echt groot is het niet met zijn 40 hectare, maar voor een wedstrijdje jetskiën groot genoeg. We varen er naartoe over het kanaal Nimi-Blaton-Pironne. Over het Centrumkanaal gaan we straks verder, op weg naar de beroemde scheepsliften. Maar eerst gaan we bergen verkennen. Het was ooit een bloeiende, welvarende stad, maar had vanwege zijn gunstige ligging vaak te maken met oorlog en geweld. Ook de sluiting van de steenkoolmijnen in de omgeving was een harde klap voor de economie. Maar de stad is aardig opgekrabbeld, zien we tijdens onze wandeling. De grote markt is vol bedrijvigheid en het historische stadhuis krijgt een opknapbeurt. We missen daardoor zelfs het beroemde aapje aan de gevel, dat naar verluid geluk brengt als je over zijn kopje aait. Het Belfort van Bergen staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Maar ook hier hebben we pech. Dat was wel een eind omhoog, hè? Ja, maar ja, het heet hier ook Bergen. Ik wou alleen dat hij je berg heette. Dan had je er maar één. We hebben 3 nachten gelegen. Ja. Na onze motorstoring op het kanaal Blatonat. Volgende dag konden we gelukkig verder. 19 sluizen genomen. 19 sluizen? Ja. Nou ja, toen wou we een haven hebben met een douche. In Peruwels dachten we die te vinden. Ja. Maar het was daar een... desolate toestand. Precies. Alles was dicht. Ja. Er waren wel douches, maar daar moest je muntjes in gooien. Maar er was geen havenbeheerder. Ja. Dus konden we geen muntjes krijgen. Nou ja, hier hebben we prima gelegen. Beetje lawaaierig, hè, met die weg ja, hier ja, naast. Ja, dat wel, maar... Wel een fijne douche. Ja. Nu gaan we naar het Centrumkanaal en naar het begin van het historisch Centrumkanaal. We kunnen niet alle liften in, want er is onderhoud, helaas. Maar als het goed is, kunnen we in ieder geval met de eerste lift. En eigenlijk is dat lift nummer 4, omdat we van de westkant komen en ze zijn genummerd van oost naar west. Dus lift nummer 4, die gaan we proberen. Het wordt spannend zo meteen. Nou, spannend. We komen in ieder geval bij een sluis, Auboer. En die schijnt niet ingericht te zijn op recreatievaart. Dus moet maar kijken hoe we het varkentje wassen. Ik ben heel benieuwd. Ik zal zo meteen even de venders verhangen. Ja. Zodat we in ieder geval echt op iets op de achterkant werken. Ja, lijkt me een goed idee. En die sluis die zakt naar beneden. We konden het jammer genoeg niet filmen, maar het was best een avontuur in de sluis. Omdat die boulders zo ver uit elkaar lagen, wilden we langs een van de twee lange boten aanleggen. Maar die mevrouw had dat liever niet. Ze was bang dat ze zelf niet goed zou kunnen overpakken en dat wij dan met beide boten geplet zouden worden in de sluis. Toen besloten we op het allerlaatste moment om hem met één lijn vast te leggen aan de ladder.
Maar dat ging hartstikke goed, want de sluiswachter hield er voldoende rekening mee dat we maar op één plek konden vastleggen. Dus je liet het water heel rustig opkomen. Uiteindelijk was het de makkelijkste sluis die we gehad hebben. Ja, eigenlijk wel. Hier dan herrie. Ja. Wat een stank ook hier. Ja, even een stukje industrie. Hoeveel meter omhoog, zei je? 'Ooit lag hier de naamgever van Henegouwen, de Hene. Hele stukken van dit watertje zijn door de jaren heen grondig verbouwd tot dit nieuwe centrumkanaal. Rechts kun je de loop van het oude kanaal duidelijk zien. Het tracé dat inmiddels het historische centrumkanaal wordt genoemd, met de 4 monumentale scheepsliften die alleen nog gebruikt worden door de pleziervaart. Achter het dorpje Tjeu doemt de nieuwe scheepslift op. Die bewaren we voor later. We gaan eerst onze hoogtevrees testen in de historische lift. Maar daarvoor moeten we wel even geduld hebben. I don't know. There are more boats here at this moment. I don't know what they want to do. We travel alone, but there are more boats at this moment. And I think they want also to the écluse. We are the left boat. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Wat zei die meneer? Nou, die is even bij de sluis geweest. Daar zijn ze met kabels aan het leggen en dat duurt ongeveer nog een uur. En ik heb ondertussen even gekeken hoe die sluis bediend moet worden. En dan had ik al op het bord gekeken, maar begreep ik het toch nog niet goed. Je kunt hier een groen ding boven het water zien hangen. En die moeten we straks naar boven bewegen. En dan gaat die sluis verder automatisch. Dat mag dus pas als het licht op groen staat. En daar liggen we dan, aan de voet van de imponerende scheepsliften bij Tjeu. Talloze sluizen hebben we inmiddels gedaan, maar een scheepslift is weer hele andere koek. We zien er een klein beetje tegenop, want we hebben allebei hoogtevrees. We passen er niet meer bij. Nee, maar... Dat vind ik eigenlijk niet erg, want dan kunnen we een keer ook goed van de buitenkant bekijken hoe het allemaal werkt. De een gaat omhoog en de ander gaat naar beneden. Indrukwekkend, hè? Ja, nou staat hij op groen. Oké. Okay. Daar gaan we. Bonjour! Oh. Niet te strak vastmaken, hè? Nee. Nee, op het laatste moment komt er water nog erbij of gaat eruit. We gaan al. Ja, man. Niet 2 of 3, maar wel 4 van deze liften zijn er op dit 7 kilometer lange stukje historisch centrumkanaal. Ze liggen vlak achter elkaar en overbruggen samen een verval van zo'n 68 meter. Kijk, ik kan daar helemaal die fabriek zien waar we gisteren langs zijn gevaren. Man, wat een uitzicht. Het zijn de enige hydraulische scheepsliften die nog werken in originele staat.
Zo'n 50 jaar geleden werden de schepen steeds groter en de liften te klein. En werd even verderop een nieuw stukje kanaal gegraven, met één grotere lift. Sindsdien is dit stukje waterweg alleen nog voor ons pleziervaarders en prijken de vier kunststukken inmiddels op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Wat een ervaring is dit, zeg. Echt een attractie. Ja. Ja, ik denk dat het beter is dan de Efteling. Ja. En daar gaan we over een paar dagen doorheen, omhoog. Deze historische route voert dwars door de Henegouwse heuvels, met aan bakboord het dorpje Brakni en aan stuurboord Streepie. Merci! Al na een paar kilometer bereiken we scheepslift nummer 3, waar wat meer aan de promotie van de antieke scheepsliften wordt gedaan. Compleet met toeristisch treintje en een rondvaartboot. Het pompgebouw is van buiten net zo imposant als de scheepsliften. Binnen is het even indrukwekkend, met de grote machines van Cockerill die de scheepsliften aandrijven. Het ziet er allemaal ontzagwekkend uit, maar de uitleg is in het Frans en we krijgen er niet zoveel van mee. Dus nemen we een kijkje boven bij scheepslift 3, die buiten gebruik is vanwege een onderhoudsbeurt. We hebben mooi zicht op de canicula beneden en we komen een andere bezoeker van het pompgebouw tegen, die zo vriendelijk is om na te vertellen wat hij allemaal heeft opgestoken. Dus het systeem is, als de ene naar beneden gaat, gaat de andere naar omhoog en de oliedruk die gevormd wordt door het zakken van de ene, wordt deels gebruikt voor het omhoog doen van de andere bak, geholpen door dus de hydraulische druk die daar hier gemaakt wordt. Dus zowel voor lift 3 als lift 2. Bonjour, Pierre Roger, bateau Canicula. Nous sommes à la ascenseur 4. I like to go down. Je ne comprends pas. Above. No, I like to go down. Ja, oui. Half an hour. Okay, thank you very much. Engels, Frans, alles door elkaar. Maar we kunnen over een half uur. Zonder een grijntje hoogtevrees komen we weer beneden en wandelen naar de nieuwe scheepslift om dat Waalse wereldwonder nog even goed te bekijken voordat we ons morgen laten ophijsen. We lopen terug langs het Centrumkanaal, dat zicht biedt op de andere bezienswaardigheid van Thieu, het kerkje met zijn mooie, gebrandschilderde ramen. Voordat we vertrekken, maken we nog even kennis met onze Britse buurvrouw met haar opvallende bloemenboot. Why do you have so much flowers on your boat? It makes us very happy to wake up in the morning and see them all day. And actually, they make other people happy because we get a lot of people waving and putting the thumbs up and smiling. And if it makes people smile, that's good. En nu op naar de megalift en verder België in, naar de schilderachtige Sambre, waarvoor we wel eerst even langs de staalfabrieken van Charleroi moeten varen. Dit is toch wel by far het lelijkste fabrieksgebouw dat ik ooit heb gezien. Dat zie je de volgende keer. Wil je ons helpen onze filmapparatuur up-to-date te houden? Dat kan via de knop bedankt onder deze video. Dank daarvoor. Geef de video een like en abonneer je op ons kanaal,
ook als je de filmpjes op tv bekijkt. Dat vinden we fijn. En jullie allemaal bedankt voor het kijken.